Bij het keren met gebruik maken van een zijstraat kunnen we dat heel makkelijk doen, hè? Aan de linkerkant, dus op de hand eigenlijk. Hè? Zet die auto weer netjes neer, ongeveer een centimeter of 50 van de stoeprand af. Zorg ervoor dat je combinatie weer helemaal gestrekt staat. Hè? Dus de aanhanger weer netjes recht achter de bus staat. Zoals bij alle bijzondere verrichtingen, radio uit, alarmlichtjes aan en de ramen open. En als alles rondom ons heen veilig is, dan kunnen we gaan beginnen. Nou, anders als bij een bochtje achteruit, hoeven we hier niet precies langs die stoeprand te blijven. En het is hier alleen de bedoeling dat we gewoon gaan keren. Dus we hoeven zo meteen als we achteruit rijden ook niet helemaal gestrekt te staan. We rollen gewoon rustig de straat in. We blijven natuurlijk wel het overige verkeer goed in de gaten houden. Maar we hoeven niet keurig langs die stoep uit te komen zo meteen. Kijk, je ziet, hebben we de bus gewoon rustig laten rollen. We hoeven nu ook niet gestrekt te staan. He, 5 meter uit je bocht, nee. Zodra we kunnen, stoppen we de bus en kunnen we vooruit weer wegrijden. Als we gekeken hebben dat alles weer veilig is natuurlijk. Nu zijn we gedraaid met gebruikmaking van de zijstraat en kunnen we onze weg vervolgen.